Het is een curly coated retriever, een Engelse ras. In Nederland eigenlijk niet zo goed bekend, want er lopen maar 150 rond. En we hebben er dit jaar voor het eerste nestje mee gefokt. En ik ben naar Zweden geweest voor de reu, want in Nederland liep er geen goede reu rond. En het resultaat is 11 pups. Rut, de moeder, komt uit een nest van 16. Dus 11 is eigenlijk heel netjes. Dat is een mooi nest. Je ziet ze niet veel, er zijn weinig mensen die het hem hebben. Vandaar dat hij speciaal is. Die kost 1000 euro, plus minus. Dus daar valt eigenlijk zat mee. Ze denken altijd speciaal ras, dat is altijd wel speciale prijzen, maar dat is niet. Want je hebt natuurlijk altijd mensen die denken van, hé, dat is iets speciaals, dat willen wij ook. Maar we kijken wel in de achtergrond een beetje, en wat gaan de mensen ermee doen? Gaan ze jacht doen, gaan ze show doen? Waar moet je een paar schaaf voldoen? Ja, je moet gewoon lief zijn voor de hond. Dat is gewoon het belangrijkste.